heel erg leuk dagje op school vandaag. Maar er komt wat leuks aan vandaag. Namelijk, vandaag ga ik mezelf uitdagen om 24 uur lang niet te eten. Ik heb gisteravond om 5:30 mijn laatste avondmaaltijd gegeten. Verder heb ik niks op. Ik heb alleen om 8:00 een kop koffie op. En ik ben verder best wel vroeg gaan slapen. Het is inmiddels ochtend. Het is 6:45 geweest. Iedereen sliep nog bij ons, dus ik moest heel zachtjes doen. Maar ik ben lekker de deur uit. Maar ik moet zeggen dat ik het nu wel zwaar heb. Ik heb nu gewoon echt best wel veel trek. En ik hoop dat dat zo meteen wegtrekt. Ik heb expres koffie meegenomen. Alleen het domme is dat ik mijn koffiekop van gisteren nog in mijn kluis heb laten staan. Dus die moet ik vanmiddag ook even meenemen. Maar ik heb nu al gewoon best heel veel trek. Ik hoop dat ik dat vandaag ga proberen een beetje te dimmen, dat gevoel. Maar ik neem jullie vandaag lekker mee met 24 uur lang niks eten. En het zou moeilijk worden, want iedereen om me heen op school gaat natuurlijk eten. Behalve ik. Goed. Ik hoop dat de koffie een beetje te doen is. Eerste slok. Beetje uit de focus, maar dat komt omdat ik aan het lopen ben. Oh, ik heb nu gewoon al trek, jongens. Hoe doen mensen dit? En ik hou niet eens van ontbijten, maar ken je nagaan dat ik soms gewoon eventjes snel een bakje muesli naar binnen werk of havermout of zo. Ik denk dat deze zo meteen weer zakt hoor, maar ik hoop dat het in ieder geval een beetje goed gaat komen vandaag. In ieder geval zit ik lekker aan mijn koffie. Heerlijk. Goed. Het is inmiddels, hoe laat is het? Hoe laat leven we? 10:30. Ik heb nog steeds niks gegeten. Ik begin nu wel trek te krijgen, maar ik denk dat het nog even vol te houden is. Nu moet ik even pauze, mag alleen drinken. Dus na 2 uurtjes van de Mac uit en dan hopen dat ik de rest van de dag nog volhouden. Je merkt wel dat je gewoon echt futloos bent. Minder energie. Ik ben gewoon wat moeier, je hebt niet zoveel zin. Maar ja, we gaan zien hoe het gaat verder lopen vandaag. Goed, eerder uit dan verwacht. Dat is wel lekker. Alleen nu gaan we naar Zuidplein toe. En daarna misschien een kopje koffie halen bij de Starbucks. Ik mag wel drinken, ik mag niet eten. Helaas. Ik begin nu wel honger te krijgen, ik begin wat moeier te worden. Het begint allemaal wat meer moeite te kosten om iets te doen, maar het gaat nog. Dus ik zou zeggen, laten we het zo volhouden de rest van de dag, want om 5:30 mag ik pas weer gaan eten. Het is inmiddels bijna 2:00. Ik ben thuis. Ik ben best heel erg moe. Ik ben heel hangerig. Ik heb heel veel honger. Echt ontzettend veel honger, is echt niet normaal. Ik heb in totaal nu al 2 liter op. Ik probeer alles aan te drinken. Ik ga nu verder. Ik heb nog een halve fles. Ik ga eventjes mijn nagellak eraf halen. Deze begint helemaal af te bladeren. Ik ga even een nieuw kleurtje opdoen. Daarna ga ik nog even wat huiswerk doen. En aftellen tot het 5:30 is. Ik heb zoveel honger. Oké. Goed nieuws. Allereerst, mijn nagels zijn gedaan. Ik ben lekker voor een zwart kleurtje gegaan. Lekker simpel. Het is 2:58. Wat betekent dat ik nog iets minder als 3 uur te gaan heb. Ik ben echt dood en dood moe. Ik heb bijna geen energie. Ik ben... Alles is me gewoon te veel om te doen. Ik heb alleen maar borrelende buik omdat ik wil eten. Maar ik mag nog niet eten, jongens. Nog 3 uur. Ik moet je zeggen, het gaat snel. Ik had wel gedacht dat het super langzaam zou gaan. Nou heb ik ook het voordeel gehad dat ik natuurlijk op school heb gezeten. Dus die tijd gaat ook wel gewoon lekker door. En ik ben natuurlijk eventjes weg geweest. Ik heb trouwens wel, want ik had helemaal geen hoesje voor deze telefoon. Dus die heb ik wel even gehaald. Ik heb gewoon een simpel clear blauw hoesje gehaald. En de binnenkant was open. En de bovenkant en de onderkant. Die hebben wat glittertjes. Dat vond ik wel gewoon heel erg mooi. Het is gewoon simpel blauw. Ik vraag me eigenlijk af, dat vraag ik me nog steeds af, waarom ik blauw heb gekocht. Want ik ben helemaal geen type die helemaal gek is van blauw. Zeg ik even neer hoor.
Even denken. Ik ben helemaal niet zo gek van blauw of zo. Dus ik vind het best wel knap dat ik dan een blauw hoesje heb gekocht. Maar ik vind hem best leuk. Hij staat ook leuk bij de popsocket. Dus ik ben er best heel erg tevreden over. Iedereen vindt het maar raar dat ik niet aan het eten ben de hele dag. Snap ik ook. Ik vind het ook een beetje stom eigenlijk. Maar ja, weet je, het kan bij mij toch geen kwaad. Dus waarom niet? Maar ja, in ieder geval gaat het redelijk oké. Okay. Het is sneller gegaan dan ik had verwacht eigenlijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Het is zo snel gegaan. Ik had het zoveel langzamer verwacht. En het is nog echt heel erg meegegaan. Ik had ook de massa dat ik gisteravond wel best wel veel avondeten op had. Waardoor ik dus vanochtend niet zo mega veel trek had. Dus op zich ook wel fijn. Want ik heb natuurlijk de hele dag nog niks op. En ik hongergevoel begint dat nu echt pas een beetje op te breken. Dat ik denk van oké, jongens, ik wil nu wel echt even wat gaan eten. Maar ja, het mag nog niet. Ik moet nog 3 uur wachten. Hopelijk zijn die snel voorbij. Mijn moeder zat er niet aan. Ik had gisteren zo'n zak droprolletjes meegenomen. Mijn moeder zegt, joh, mag ik een dropje? Ik zeg, joh, je doet maar. En toen dacht ik, ja, ik wil ook een dropje. Dus ik pakte die zak en ik dacht, shit, ik denk, ik mag helemaal niks. Dus ik moet nog even wachten met een snoepje. Helaas. Ik had het dus helemaal niet door. Maar mijn moeder, mijn opa en oma en iedereen vindt het maar stom dat ik het nu doe. Maar ja, ik vind het, weet je, anders doe ik het nooit. Ik had het al echt veel, veel eerder gepland. Maar ik had nu gewoon zin om te denken, weet je, als ik het nu niet doe, dan ga ik dit nooit doen. Dus vandaar dat ik het nu gewoon lekker doe. Maar het gaat echt hartstikke goed, jongens. Ik ben ondertussen even wat YouTube-video's aan het kijken en video's aan het uploaden. Ik heb namelijk weer wat leuke dingetjes opgenomen en gepland en zo. Dus die komen er ook allemaal aan natuurlijk. Morgen best wel een lange dag. Helaas. Morgen heb ik les tot, als het goed is, 3:15. Dus het is best lang eigenlijk. En het zal de eerste praktijkles zijn die ik volg. Want de eerste schoolweek die ik had, die woensdag werd ik opgenomen. De tweede schoolweek die ik had, dat was vorige week. Toen ben ik ziek naar huis gegaan. Omdat ik het lichamelijk niet trok. Toen ben ik 2 dagen ziek thuis geweest. En deze week ben ik er wel. Dus ik loop een beetje achter met de praktijklessen. Maar ik vraag me nog steeds af wat ik nu wel en niet moest doen. Dus dat ga ik morgen ook allemaal even overleggen op school en zo. Maar ja, we hebben het niet over school. We hebben het over eten. Dus in ieder geval is het nog even een beetje mijn tijd uitzitten. En dan kan ik hopelijk om 6:30 lekker gaan eten. Ik kan niet meer. Oh, ik ben net even in slaap gevallen. Een kwartiertje of zo, 20 minuten. En dan ben ik wakker. En ik heb honger. Hoe laat is het eigenlijk? Ik heb geen idee hoe laat het is. Die klok loopt niet goed. Hoe laat is het? Bijna 3:30. Oh jongens, ik wil eten. Oh trouwens, mijn nieuwe tas staat naast me. Ik zag deze tas en denk, het is super chill als je even gauw gaat shoppen of zo. Check die tas, ik vond hem zo, zo leuk. Kijk hoe leuk die is. Het is een beetje zo'n beach, strandachtige vibe tas. Ik ga maar jullie laten zien. Let op. Dit is de tas. Hij is gewoon wit met zwart en er zit een mooie roos op geborduurd. En de handvaten zijn van touw. Dus dat vind ik ook wel heel, heel erg gaaf. Ik vond hem zo vet. Ik denk, die moet ik echt meenemen. En alles past erin als schoolspullen. Dus dat is ook gewoon heel erg chill. Dus ik heb eigenlijk een soort van een nieuwe funny bag. Super, super tof. Ho, even een schermpje openklappen. En daar ben ik weer. Ja. Ik ben doodmoe. Ik kan echt niet meer. Maar ja. Het is 4:30. Ik moet de keuken ook nog opruimen. Daar heb ik echt geen puff voor. Ik wil echt uit de keuken blijven. Dan ga ik straks snoepjes eten. Ik heb zo'n ontzettende honger. Ja, nog heel, 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 heel even. En ik ben zo moe. Goed. Ik loop inmiddels buiten. We hebben nog iets meer dan 1 uur te gaan. En kan je zeggen dat ik nu heel veel honger begin te krijgen.
Ik ga ondertussen eventjes naar de supermarkt om een paar boodschappen te halen. Het is killing, mijn laatste uur, dan loop ik de supermarkt binnen zo meteen. Maar goed, moet even. Ook is het super warm buiten en wat doe ik weer? Ik doe weer een fucking warme jas aan. Ik heb volgens mij echt het idee alsof het de herfst is, jongens. Maar, oh. Maar ja, in ieder geval even een paar boodschappjes halen. Daarna heb ik opgepakt op mijn maag en mijn hekeling. Die moet ik eens ophalen bij een oud collega van hem. Daarna gaan we naar de Lidl. En daarna dan mag ik hopelijk gaan eten. Oh, ik hoop het zo. We gaan om 6 uur eten omdat mijn moeder naar de fysio moet. Maar hopelijk komt het goed. Ik weet het niet. Goed, ik loop met mijn zakken binnen. Richting de plus. Echt killing body, jongens. Ik loop langs een bakker. Groenteboer. Slager. Oh my gosh. Oké, snel de winkel door. In de hoop dat ik niet in de verleiding kom. Want ik heb nog een uur, anderhalf uur te gaan. Fingers crossed. Het gaat me lukken, jongens. Goed. Boodschappen zijn gehaald. En papi staat op te wachten. Oh. Hi, pap. Oeh. Het is niet leuk, hoor. 24 uur niet eten. En dan boodschappen doen. Ja. Oké, boodschapjes gehaald. Ik heb twee verschillende bakjes yoghurt gehaald. Kwark, wat is het? Yoghurt? Geen flauw idee. Het zag er super lekker uit, dus die heb ik meegenomen. Speculaasbrokken. Ik heb voor me als avondeten lekker een salade meegenomen. En een kipsnitzel, want die kan ik dan lekker braden. Doe ik wat iets meer kip erdoor. Dus dat wordt mijn avondeten. Maar eerst nog even een kop koffie voordat het 5:30 is. Nog een uur. Goed, we gaan de allerlaatste 15 minuten in. Er zijn er 3 minuten voorbij. Ik mag bijna gaan eten, jongens. En zodra het 5:30 is, loop ik naar de keuken. Ga ik mijn salade pakken, ga ik mijn kipsnitzel braden en ga ik eten. Ik heb zo veel honger. Ik heb mijn koffie nog, die ga ik opdrinken. Oh, we gaan eten, jongens, bijna. Oh, ik ben zo ontzettend blij om bijna te gaan eten. Het is 5:30. Ik mag gaan eten. Ja! Oh my god, jongens, ik heb het volgehouden. Oh my god, ik ben zo blij om nu lekker te gaan eten. Echt, het is 5:30. Ik mag niet eten. En ik ga eten. Ik loop nu naar de keuken en ik ga nu mijn salade klaarmaken. Echt waar. Oh, wat heb ik honger. Ik had nooit verwacht dat dit zo zwaar zou vallen. Ik dacht echt, oh, dat doe ik wel even. Komt hartstikke goed. Niks aan de hand. Oh, maar ik ben zo blij dat ik nu mag eten. Ik ga jullie even hier neerzetten, want ik kan niet tegelijkertijd het eten doen. Ik zet de afzuigkap aan, dus ik ga even herrie maken. Alhoewel, ik kan hem wel even uit, want het is nog niet warm. Ik zet jullie even hier neer. Ik doe de kast nu een klein stukje dicht, zodat jullie een beetje mij kunnen zien dat ik ook licht heb. Ik ga mijn eten klaarmaken, jongens. En ik ga eten. 2 kippensnitseltjes. Oeh, ik schrok gewoon. Ik ga lekker 2 kippensnitzels eten. Die ga ik lekker braden nu. Die gaan nu de pan in. 1 en 2. Oeh, lekker. Oh,
En ik ga een lekkere salade eten. Ik bewaar er ook nog eentje voor morgen. Ik heb hier lekker een salade, een Caesar salade. Dus met lekker dressing en sla en komkommer en weet ik het allemaal. Dus daar ga ik zo meteen heerlijk van genieten. Maar eerst moet ik natuurlijk even mijn vlees braden, helaas. Ik ga ondertussen wel even de dressing erin doen. En de kaas erdoor. Alleen de croutons, die vind ik nooit zeer erg lekker. Dus daar blijf ik ook gewoon van af. Ik vind die dingen vaak net iets te hard. Dus die sla ik over. Maar daarentegen doe ik zo meteen wel lekker wat geraspte kaas erdoor. En wat andere lekkere dingetjes. De kaas gaat er nu lekker door. Oh, wat ben ik blij om zo lekker te eten. Ik heb het wel heel erg goed ervaren, dat moet ik wel zeggen. Het was niet zo dat ik het niet meer uit kon houden. Het was lastig. Het waren echt wel momenten, vooral op school en bij de winkels. Want toen ik natuurlijk even op Zuidplein was, toen had Ash, die had nog niet, want ik ben samen met Ashley gegaan. Ash die had nog niks gegeten. En we liepen langs de Bram en toen zegt ze, oeh, ik heb eigenlijk wat trek in een patatje. Maar jij mag niet eten. Ik zeg, ja, maar ik zeg dat ik niet mag eten is niet te zeggen dat jij niet mag eten. Dus die heeft een patatje gehaald. En ik moet je vertellen dat ik het toch echt wel even lastig had toen ze aan het patatje naar binnen zat te werken. Maar ik ben er afgebleven. Ik heb niks gegeten. Daarom ben ik nu zo mega, mega blij dat ik nu wel iets mag gaan eten. Mijn vlees draaien. Geloof me, hier ga ik ook echt mega van genieten. Ik mix gelijk deze eventjes door elkaar. Lekker komkommertje. Lekker beetje salade. Oh, heerlijk jongens. Ik kan niet wachten om dit zo te gaan eten. Deze heb ik ook nodig. Lekker wat pittige geraspte kaas erdoor. Die heb ik bij de Jumbo, gekocht gisteren. Maar dat is echt hele lekkere kaas. Weet je wat? Ik heb de hele dag niet gegeten, dus ik gooi gewoon alles erdoor. Nee, ik bewaar een klein beetje voor morgen, want morgen heb ik ook salade mee naar school. Klein beetje laat ik open. Oh, wat heb ik een trek. Lekker wat pittige. Het lijkt heel veel hoor, maar er zit heel veel sla onder. Dus. Oh, ik gooi de helft op de grond. Dat is niet de bedoeling. Ik moet zo meteen mijn mond in. Want ik heb mega veel honger. Ik heb zoveel trek. In de tussentijd kan ik wel een snoepje eten, niet lachen. Snoep, snoep, snoep. Waar ligt het snoep? Hè? Er lag hier snoep, waar is dat gebleven? Oh nee. Waar is dat snoep nou gebleven? Ik kan het snoep hier niet eens vinden. Hebben ze dat zelfs verstopt? Nee toch? Ik kan het echt niet vinden jongens, echt niet. Oh. Oh, ik heb zoveel trek. Ik heb zo ontzettend veel trek. Lekker. Nou, ik neem er maar eentje, want ik moet zo eten. Dus zo lekker. Alles smaakt nu 10 keer lekkerder. Zo raar. Zo gek. Het voelt gewoon alsof je weken niet hebt gegeten. Oh, wat is het lekker jongens. Echt. Dus ja, nogmaals, het was best lastig om te doen, vond ik. Het was best wel een uitdaging. Ik had vooral de momenten waar ik dus, wat ik zei, op school was of bij de winkels liep. Dat waren echt de momenten dat ik echt, echt even moeilijk had. Ik dacht van, oh nee, ik mag niks eten. Maar het is allemaal zo lekker en al die geuren. Oh, het was echt 10 keer erger dat je normaal gewoon even trek hebt. Oh, maar ik heb het wel volgehouden, jongens. Vanaf gisteren 5:30 s'avonds. Tot nu. En ik vind dat ik het best goed heb gedaan eigenlijk. Ik ben trots. Ik ben heel blij. Ik ga nu lekker eten. En morgen gewoon weer lekker eten. Oh. Ik kan niet wachten om morgen lekker een boterham te eten. Echt.
Zo stom, maar ik heb in één keer overal trekken wat ik normaal helemaal niet lekker vind of zo. Ik zou zelfs deze hele amandelstaaf leeg kunnen eten. Maar ik hou helemaal niet van amandelstaaf, maar ik zou het wel kunnen op dit moment. Oh, ik ben zo blij dat ik zo lekker mijn salade mag gaan eten. In ieder geval, het is me gelukt om 24 uur lang niks te eten, alleen te drinken. En ik ben heel erg blij dat het me gelukt is. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Wil je dit nou ook proberen, raad ik je wel aan om zoveel mogelijk te blijven drinken. Waardoor je je ook wat voller gaat voelen. En vocht is natuurlijk ook heel erg belangrijk als je niks gaat eten. Dus ik vind het heel erg tof als jij dat ook gaat proberen. Laat me weten. En misschien heb je nog tips als ik dit nog een keer wil doen. Dat je misschien een keer, dat moet je compleet anders doen. Let me know. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. En ik ga zo genieten van mijn eten. Doeg!